Staat Danny Blind erop als je ziet hoe de botsingen nu al zijn met de technisch directeur? Ja, Danny Blind. Die is afhankelijk van een uitslagje tegen Blind. Zweden. Ja. Kijk, als ze van nee, Zweden. Jij gaat nou zitten lachen. Jij en wij en Johan weten dat Danny Blind is aan een kansloze missie bezig. Dat weet jij toch ook wel? Die zit dadelijk met gewoon zijn billen dichtgeknepen. Want elk gelijkspel uit bij Zweden of wat dan ook, dan hup, kan die vliegtuigje uit. Ja. Misschien niet gelijk, misschien op Schiphol plat, maar hij kan er wel uit. Nee, maar het is die is zo kansloos op dit moment. Mits die alles wint. Ja. Ja. Maar dat gaat niet gebeuren. Nee, dat gaat niet gebeuren. Maar kijk, niemand heeft vertrouwen in die man. Nee. Maar een verliezende trainer of een trainer die ter discussie staat, ja, die kan gered worden door wat gunstige resultaten. En daar moet hij nou op hopen. Ja, maar jullie zien toch ook, weet je wel, dat kijk, geef jou je teringleider als jij in de zaal zou zitten. Jij en Valentijn. Daar zit toch een aangeslagen bokser. Daar zit toch iemand zonder enig gezag, zonder enige autoriteit. Wat daar zit, is een lulletje rozenwater. Wat daar antwoord zit te geven. En die is gewoon. Dat is gewoon geen enkel charisma meer, geen enkele uitstraling. Het zit een beetje zo als je het vergelijkt met een Klop. Of een. Weet je, die laatste heeft toch niet zo klein maken door een paar journalistjes, zeg. Nee, maar daar zit gewoon niemand meer. Nou, het enige wat hij nog moet krijgen is de genadeklap.